Hier ben ik weer, Ming van ben ik. Ik ga vandaag een kompoe kei maken voor jullie. Niet uit zo'n verpakking. Ik ga gewoon zelf maken. Dus die kan ik nu weggooien. We gaan beginnen met kipvlees snijden, want die moet eerst even gemarineerd worden. Ik gebruik voor mijn kompoe kei liever kipdijfilet dan normale kipfilet. Want de vlees van hier is iets lekkerder qua structuur, vind ik, voor dit gerecht. Ik ga ze eerst even wassen. Probeer ze gewoon in de blokjes te snijden. In Chinees, kompoe jiting is eigenlijk kippenblokjes noemen we dat. Voor de mensen die niet van vet en pezen houden, zou ik je aanraden om toch met kipfilet te gebruiken. Maar ik ben Chinees en vind juist wel lekkerder met wat extra's erin dan alleen een stukje kipfilet. Zo. Ik ga ze nu eerst even marineren met een beetje zoutpeper. En oestersaus en ja, olie. En als laatste doe ik nog een beetje eiwit erbij. Van niet giftige ei, hè? Alleen een beetje eiwit. En dan mengen. Deze laat ik nu even staan. Laat die tot op smaak komen. En nu ga ik verder met saus maken. Het meest belangrijke gedeelte van dit gerecht. Niet schrikken, er zit echt heel veel in de saus. Oestersaus, tomatenpuree, sojasaus van lichte kleur en donkere azijn nodig, rijstwijn en zelfgemaakte pittige soja. En heb ik natuurlijk olie nodig nog en suiker. Als verse ingrediënten voor de saus heb ik een knoflook nodig en peper nodig. Spaanse peper, want voor die saus maken moet je niet in één keer heel pittig maken. Dan is de beste keuze om Spaanse peper te gebruiken. Die heeft wel een beetje pittige smaak en ook een mooie kleur en niet zo pittig. Dus allemaal naar beneden duwen. Oké, hier heb ik gemalen peper en knoflooken al. Nu ga ik eerst even al die ingrediënten bij elkaar mengen. Sojasaus heb ik 100 ml nodig, dus die kan ik gewoon hier toevoegen. Oestersaus heb ik 2 lepel nodig. 2 lepel tomatenpuree. 4 lepel suiker. Even goed te mengen. Nu gaan we de saus warm maken. Knoflooken moeten wel even goed gebakken worden, zodat die smaak uitkomen. En in dit geval samen met de peper. Dus adem inhouden. Afzuigen aanzetten. Deze duurt ook al even voordat de knoflook bruin wordt. Die beginnen bruin te worden. Moet je niet laten aanbranden. Nu ga ik deze mengmoes erin doen. Nu komt dat de belletjes uit. En nu ga ik nog laatste ingrediënten erbij doen. Lage vuur. De pittige sojasaus nog erbij. Ongeveer 4 lepel rijstwijn. Die is roodbruinachtig. Ik denk dat een heel klein beetje donkere soja erbij doen. En als laatste doe ik nog 1 lepel azijn bij. Als je die hebt toegevoegd, daarna niet meer laten koken. Als je nou laat koken, dan verdampt de smaak. Ik ga nu even proeven of die
dezelfde smaak als ik gewend ben. Oeh, dit is een beetje zout. Maar ja, dat hoort. Nu proef je nog steeds van die kleine stukjes peper en knoflook. Als je dat niet prettig vindt, kun je gewoon even door een zeef halen en die eruit vissen. Ik vind het juist fijn om zo'n stukje knoflook en verse peper nog in je mond te hebben, zodat je denkt van ja, dit is echt een vers zelf gemaakt. Dus, ik doe het in een grote kom, zodat die dan kunnen afkoelen. Hier kun je echt zeker 5 of 6 porties gerecht maken. Dus laat ik nu even afkoelen en dat kan gewoon bewaren. Nou, volgende stap. Saus is gemaakt. Nu gaan we nog andere ingrediënten voor kip cashewnoten snijden. En daarna gaan we wokken. Wat ik nodig heb voor de volgende stap is wat komkommer. Ik hoef niet helemaal te hebben. Winterpeen. Ui. Nog een Spaans peper voor de kleur. En verder wil ik ook nog een bas uit hebben. Niet vergeten. Cashewnoten. Je kan natuurlijk ook wat pinda gebruiken. Ik heb voor de smaak ook nog wat champignons bij. Die vind ik lekker erbij doen. Is ook niet zoveel nodig. De buitenste laag eraf halen. Nu ook alles in een blokjes snijden. Die is niet mogelijk om blokjes te snijden. Dat begrijp je wel, hè? Ik ga nu eerst even de kipfilet een beetje garen bakken. Mag wel met hoge vuur. Die moeten wel snel van buitenkant garen worden, zodat die vocht in de kipje binnen blijft. Als je extra pittig wil maken, dan moet je deze 2 soorten peper erin doen. Ik doe eerst de uien in, rode peper en de onderste stukje van de bosui. En dan het winterpeen. Even bakken en dan gaan wij doen wij de saus al in. Iets lager zetten. En dan doen we de kip erbij. Wat komkommer bij voor de Friese smaak. En nu even laten sudderen. Nu ga ik nog een beetje rijstwijn toevoegen. Alle rest en bosuitjes. Sesamolie. Als laatste, allerlaatste stap, doe je wat cashewnoten bovenop. Die moet je gewoon niet in mengen maar tijdens wokken, want dan wordt het heel zacht en dan is het niet meer zo lekker. Zo, hier is het kip met kompauwsaus. Eet smakelijk. Gelukt. Nou, tot de volgende keer weer, hè. Dag. Bedankt voor het kijken. Wat een lief van mijn YouTube-kanaal.